Yo, kijkers van Maxi Planzender. Ik ben Mark. Ik ben er vandaag weer samen met Stuart op de Minecraft Survival. Yo. Nou, daar gaat de bel heen. Als eerste, ik heb hier het pad afgemaakt richting het houten bruggetje. Stuart die beukt dus alles weer aan de kant. Dus ja, ik ben in ieder geval vandaag van plan om een houten muur te gaan bouwen. En ik ben van plan om dat richting de konijnenhokken te gaan maken. Want we hebben natuurlijk ook nog een plek nodig voor de stallen van de koeien, de varkens, de schapen. En misschien eventueel nog de panda's. Dus daar moeten we even wat ruimte overhouden. Dus ik denk dat het voor mij wel handig is dat ik gewoon vanaf hier ga zeggen van... Hey, dit is wel een mooie plek om een muurtje te maken. Of een hout. Ja, Stuart, waar was jij van plan om mee te bezig te gaan? Ik ga eventjes de rail afmaken naar de mine toe. Ja, en als... En als dat eventueel klaar is, dan kun je misschien nog wel een idee bedenken voor bijvoorbeeld... Torens rondom deze muur of zo. Ja, gewoon eventueel wat kleinere torens. Hoef je natuurlijk niet zo groot te zijn als de... Oké, je hoeft niet alle bomen om te hakken. Dat is ook een beetje te enthousiast, joh. Te laat. Nou, dan moet je maar weer op terugplaatsen. Die plant ik gewoon weer opnieuw. Maar je hebt even ruimte nou om die muur te maken. En dan komen straks gewoon weer bomen tussen. Ja, precies. Ja, het eerste wat ik sowieso ga doen is even het gebiedje wel even terraformen. Want er zitten allemaal een beetje in heuvels en alles. Ja. En het moet even zo plat mogelijk zijn. Ik had dat eigenlijk gewoon buiten opname moeten doen eigenlijk even. Maar ja, of je moet gewoon even mijn schep hebben. Ja, precies. Ja. Jelee. Ja, hier ben ik dus... In principe zou je hier alvast kunnen beginnen met de muur en dan gewoon deze kant op gaan. Kijk, je kan een bocht al een heel stuk om. Ja, nou ja, ik zit even te denken van hoe ik dat daar ga doen. Maar ik wil gewoon vanaf hier beginnen en dan kijken we wel hoe we dat met die bochten gaan doen. Eventueel met, ik ga gewoon hier beginnen, laat maar zeggen. En dan met het water eromheen, dat kijken we dan wel. En voor het nacht. Ja, precies. Ik ga met de rail beginnen. Ik hoop dat ik genoeg rails heb. Ik heb een stack-powered rail. Ja, we zien het dan. Ja, precies. Even kijken. Nee, dat moet ik eigenlijk niet weghalen. Want dit is dan precies op de hoogte van de konijnen en alles. En ik denk ook niet... Naar beneden heb ik in principe toch helemaal geen powered rail nodig. Nee. Eigenlijk niet, nee. Maar ik denk ook niet dat ik de muur voor dit houten gedeelte... What the fuck? Waar ik even toe? Ik heb trouwens nog helemaal machines aan laten staan. Dat hoeft toch niet? Beetje te enthousiast van het groeien. Hey, we zijn ook bezig met thumbnails aan het maken. We hebben het een beetje druk, laat maar zeggen. Yep, maak veel opnames. Daarom. Ik denk dat het zo even wat handiger is. Dan kan ik ook wat meer zien. We zijn ook al lang niet meer in de Nether geweest, maar ja, het is niet echt meer nodig. Nee, precies. Van de Nether de hebben we... Wither. Ja, de Wither kunnen we misschien best in de Nether gewoon laten spawnen. Ja. Dat is wel een goeie. En de Skull zelf moeten we vinden. Ja, precies. Ja, ik zit even te denken van dat ik dan ook wat ruimte bij dat begin overlaat voor een houten toren eventueel. Ja. Dat ik gewoon zeg vanaf hier dat ik dan gewoon... Ah, god damn it. Nu hebben we jullie weer. Het is weer nacht hoor. Goed, waarschijnlijk moeten we eerst even gaan slapen. Ik vind het goed. Ik even naar boven. Phantoms word ik ook helemaal gekkie van. Hé, hey, ik had gewoon ontiegelijk veel powered rail nog in de mine zitten. Mooi. Dus ik heb zeker weten wel genoeg. Nou, eventjes naar... Bed. En een villetje zit in een minecart. Goddammit. Echt? Oh, dat gaan we wel vaker krijgen. Ja. Lig je al? Ja. Ik ben er bijna boven. Kijk, als ik weer omhoog vlieg, dan ga ik weer dood. En nou ja, als het voordeel is, dan lig ik wel meteen in een bed. Ja. Enigszins. Ik heb twee villetjes in op. Dit is mijn bed, vriend. Lijkt wel agressie. Aardappeltje voor de dorst. Dat was wel een appel voor de dorst.
Met al, een villager zit in een minecart. Auw. Oh ja. Mark, jij bent echt schreeuw. Oh, wat mooi hè. Zo. Een waarschuwingsschot. Ja. Oké, okay, 3 verder en dan weer even wat logs. Denk gewoon 4 hoog. Wel even een dirt hebben. Zou ik er niet bij komen? Ook. 4 hoog en dan heb ik er 1-5 op. What the fuck? Dat is niet precies wat ik wou. Hier nog even één. Hoog. Mop. Nou, ik zit even te denken, want het komt net niet goed uit, dus deze logs. Want we hebben natuurlijk ook nog een pad dicht bij de kippen en zo. En die is natuurlijk 5 breed. Misschien dat we daar eventueel ook nog een poort kunnen gaan maken. Oh ja. En dan moet de muur er natuurlijk wel een beetje goed op uitkomen. En dan gewoon nog een paar kleine torens ertussen. Oké, okay, dan zeg ik gewoon van een half hier. Oké, okay, ik heb dan even een klein stukje gemaakt voor 4 punten met logs, waar dan een kleine toren kan maken. Dat hoeft echt niet groot te zijn. Echt niet. Ik weet ook niet precies of je al een gedachte had daarover. Ik heb nog helemaal geen gedachten, want ja, ik ben even druk met die mine nou. Ja, nee, snap ik, maar ik ben van de... Even kijken. Ik denk ook niet dat je daar heel lang mee bezig bent. Nee, want 90% lag al. Ik had de torches, redstone torches allemaal al klaar, dus. Doen al die konijnen daar binnen in dat hok? Oh, nee, 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 nee. Oh, jongen, dan gaat dat ding weer per ongeluk naar beneden wanneer je het niet wil. Oh ja. Heb ik dat daar aan de andere kant ook gedaan? Oké, okay, dan moet dat wel natuurlijk goed uitvallen. Dus dan maken we hieronder een klein stukje land bij aan de zijkant van het water. En dan maken we hier gewoon de toren van. Oké, eens even kijken. Hoe ga ik de rest hier raken? Even zien, waar is mijn crafting table? Ja. Uit die minecart. Bitch. Oh nee, wacht, ik weet wel waar mijn crafting table staat. Dat natuurlijk in dat hutje van de minecart. Ja. En Jep die staat hier ook nog. Heb ik trouwens nog spruus? Ja, ik moet ook eigenlijk nog even wat spruus hakken. Dus dan kan ik dat direct maar even doen. Gelukkig staan hier genoeg bomen. Wat de lag, als alles disappeert.
Dat voel je wel even. Ik ben ook niet zo gek, want alles was gewoon gedespawned en alles. Nieuwe boompjes geplaatst. Oké. Okay. Ja, zo, hoppakee. Oké, eens even kijken wat jij allemaal aan het doen bent. Oh. Laat ik stuiten, de jongen. Ja, ik hoor het. Hier komt dus zo'n kleine toren. Ja. Kijk, ik ga vast beginnen met de stairs. Ja, en hier komt dan een andere toren, zoals je kunt zien. Mm-hmm. En dan begint die andere dan eigenlijk op dit. Dan heb je dus een breed... Hier wil je nog een toren. Ja, ongeveer hier, laat maar zeggen. Ja, en dan de muur moet tot en met hier lopen. Ja, die komt dan... Eigenlijk hier tussen komt dan een poort te zitten, want dan loopt dat hier mooi aan op. Als je dat bedoelt. Daar gaat Sjoerd weer. Weer met damage. Het zal ook weer niet zijn dat Sjoerd geen damage ervan krijgt, hè? Och, ik heb weer geen eten. Maar, daar heb ik een oplossing voor. Nou, gelukkig zijn we bij de farm. Oké, dan vul ik de rest even in. Die beesten zijn druk, jongen. Willen aandacht. Waarschijnlijk. Oh, dan val ik net een stukje naar beneden en dan plaats ik precies een ster waar het niet moet. Oké, dan heb ik binnenkort ook nog 5 lanterns en 5 chains nodig voor dit stukje muur. Oh, ik heb nog wel lanterns. Mooi. Kijken hoor, want ik pak er ook even een beetje een idee van een foto af. Oh, kan je het niet zelf bedenken? Nee, ook niet. Nee, klopt. Dat maakt ook niet uit. Even kijken, heel veel trapdoors heb ik even nodig. Weet. Wil het allemaal lukken, Sjoerd? Ja, ik heb eens even wat seeds en zo. En nou kan ik eindelijk wat brood maken, want ik had een beetje problemen met mijn food. Kijk, nou heb ik anderhalve stack aan dingen. Mooi. En brood. Zo. Kijk, nou kan ik weer vliegen en damage ontvangen, want daar ga ik niet op. Ja, zo kun je het ook zien. Oh ja, dit wordt wel vet. Even kijken, even een
echt de meest onefficiënte trap ooit. Crafting table even meenemen. Dat horen, regent het ook. Oh, je niet. En dat terwijl ik op een paar minuten afstand woon. Ja, zoiets. Even kijken. Maar oké, even serieus. Hoe ga ik van dit een torentje maken? Dit is toch helemaal niks? Ja, verzin iets. Gebruik dat creatieve brein eens even van je. Moet hout hebben. Wordt het nou weer nacht? Dat zei ik dus net. Oh. Nee, het wordt nacht. Oh. Ja, daar krijg je wel veel hout van één boompje. Oh, dat is wel fijn. Je hebt nog precies 2 spruce trapdoors nodig. En hoeveel krijg je er als je wat maakt? Nee. Oké, nee. Ik moet niet de backpack in de fucking crafting table gooien. Soepel, hè? Ja, dit keer was het wel soepel. Oké, okay, chiseled stone brick heb ik nou. Zes, zeven, acht. 9, 10, 11, oké, 11 stuks. Heb ik even 11 buttons nodig? Zo, precies voldoende. Heb ik nog wat spruce fences? Nee. Maar nu wel. Dat waren mijn arrows. Helaas, geen arrows meer. Oh, ik moet echt een keer Infinity op mijn bol hebben. Ik heb het. Nou. Je hebt een OP zwaard, ik een OP boog. Ja, precies. Idelium. Oké, okay, nou wat ik kan doen is natuurlijk direct het muurtje even aan de toren fixen. Ah, it's raining. No. It's raining, man. Hello. Na, na, na. Oh.
Niet daar. Daar. Ik denk dat qua hoogte is dit hoog genoeg, of niet? Ja. Anders wordt het echt weer te vergeleken met de rest. Ja, precies. Ik denk ook dat dit wel nog wel voldoende is. Ja, wat ik natuurlijk nog met deze houten muur wil gaan doen, is nog een beetje plantjes hier onderin te doen. Of in ieder geval ook leaves. En dat ik dat dan gewoon even mooi aanmaak met van die logs. Ook logs bijvoorbeeld. Ja. En ondertussen moeten er nog wat lanterns en chains komen. Ja, precies. Om het ook natuurlijk wat te verlichten hier. Want dat is natuurlijk nogal een kritiek ding. Even kijken, slap zijn. Daar heb ik allemaal slap zijn. Oh nee, wacht, ik heb nog wat chiseled stone brick. Even kijken, de fences hier tussenin zetten, zo. Dan moet ik even nog wat extra stairs maken. Hey Mark, ik vind de toren zo helemaal mooi. Ik denk niet dat ik hem nog geavanceerder moet maken, want dan wordt het weer te. Ja, precies. Ik denk dat dit ook al een mooie is. Alleen, ik vind wel dat het, dat de muur wel iets meer moet aanlopen met de toren, als ik snap wat ik bedoel. Bijvoorbeeld hier nog zeg eventueel, en hier. Mm-hmm. Misschien nog, heb ik nog even wat trapdoors. Ja, die heb ik. Ik wil nog even eentje zeggen van, hey, ik zet jou hier neer. Kan ik nog iets meer doen? Niet veel. Ik wil even de button hier neerzetten, hoppakee. Oeitje. Kijk eens even voor lanterns ik nog, hè. Ja, kun je dan misschien ook nog wat chains maken? Hoe maak je die ding eigenlijk? Ik heb geen idee, ik zoek dat altijd op. Dat kan natuurlijk ook. Oh wat, uit zo'n vorige mod heb ik nog een vriezer en een koelkast. Oh. Ik heb gewoon een vriezer. Nice. Zo, even een beetje dirt weghalen hier. Oh, en een white sofa. Oh wacht, dat is sick voor bij een kampvuur. Wacht, dan moet ik heel veel neerzetten. Een bank bij de... Oké. Dit moet ik even testen. Yo! Yo! Dit is sick! Oh, dat moet je straks zien. Dat is echt geweldig. Oké, even kijken. Oké, want ik zit nog even te kijken van hoe wil je dan ongeveer op de punt van de toren zitten. Hoe wil je daar naartoe komen? Er moet, ja, ik weet niet. Er moet aan de binnenkant moet ik gewoon een laddertje maken of zo. Oh, hier. Als dat kan. Oh. Dat moet gewoon kunnen. Oké, laat ik dit dan rechtop maar even opvullen.
Trapdoors, trapdoors. Hoppakee. Ik heb nog twee extra trapdoors nodig. Even zien. Dan loopt het ook wat beter bij elkaar op. Dan heb ik nog één... heb ik dat nog nodig? Ik maak er even twee voor de zekerheid. Oké, chips, dan breek ik spruce fences, ja. Yeah. Dan moet ik nog even kijken. Oké, hi Sjoerd. Hi. Even nog wat steen, want dat heb ik toevallig. Nog even twee van... maken, in steen veranderen, hoppakee. Dat is een... Nee, dat is een verkeerde putten. Dat is een stenen putten. Ik heb een houten nodig hier. Jak. Oké. Okay. Ja, ze zo even op. Dan de fences hier. Hoppakee. Heb ik nog ergens een schaar, want dan kan ik dat direct ook even afmaken. Ja, natuurlijk heb ik dat. Oh, wacht, ik heb nog oak leaves. Mooi, dat scheelt weer mijn schaar te gebruiken. Oak logs, dan maak ik dat direct ook even af. Even kijken, hier nog even weer een pokje even neerzetten. Nou, ik moet zeggen, Sjoerd, ziet er mooi uit, of niet? Ja, dit is mooi, man. Kijk, zo sluit dat ding ook gewoon. Ik heb dit gewoon in het onderste gedeelte hetzelfde gehouden. En dan zie je toch dat er wel degelijk een toren op zit, op de hoek. Ja, precies. Beter dan dit kan niet. Ja, dit is wel perfect, joh. Van, nu hebben we tenminste ook al aan het begin van de muur. We willen dan natuurlijk ook de rest gaan maken. Maar dat kunnen we in ieder geval dan misschien buiten de aflevering doen. Want ja, jullie weten in principe nu al hoe we het maken. En natuurlijk moeten we natuurlijk ook nog op kunnen lopen. En hier, Sjoerd, dan kun je ook nog naar binnen met de ladders binnenkort. Ja, ja. Dus ja, ik denk dat dit wel even voldoende is voor vandaag. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef like aan mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later. Laters.